Dit is een Berkenlandpoging en in Berkenland bestaat uit 4 gemeentes. Eiberg, Borculo, Neede en Ruurlo. We beginnen in Eiberg en dan hebben we de Snipper. En de Snipper is ook een bodemvaart op de Berkel. Dan vliegt hij naar Borculo en hij heeft futen. Vogeltjes kunnen vliegen, die van mij ook. En dan vliegen helemaal weg en dan vliegen naar Ruurlo. En in de bossen van Ruurlo zit een winterkoninkje. Tot slot vliegt hij naar Neede en dan moet je een beetje fantasie hebben. Dan wordt de vleermuziek. Het grappige is dat ik die houten vogeltjes die beginnen eitjes te leggen. Dan heb ik wat uitgevonden, dan heb ik een broedmachine. Kijk, hier hebben we een houten eitje, hou maar vast. Hebben we een houten eitje. En dan legt u in mijn broedmachientje. Heel voorzichtig, maar inleggen zo. Mag je laten? Ja, dat mag al. Dan ga ik het eitje uitbroeden. Ga even schudden. Met normaal ei niet doen, maar dat is zo'n stuk. Houten eieren kunnen wel. Als je nou een houten ei uitbroedt, wat komt er dan uit? Een houten ei, als je dat uitbroedt, een houten vogeltje dan. Een houten vogeltje. Ja, hou de hand even zo. Inderdaad, kijk maar. Zie, eitje is uitgebroed en heb je een houten keuken. Geweldig. Een houten keuken. Dat is het verhaal van de Berkenlandvogel. Ja. En de broedmachine. Nou, er worden wel honderden foto's gemaakt. Door mensen die de ganzen willen vastleggen. Omroep Gelderland is erbij. Dus vanavond kunt u het op televisie bewonderen. Jan Houwers van het Tubantia is ook aanwezig. Het zal morgen ook een mooie foto in de krant verschijnen. Van dit hele gebeuren. Goed zo! Willem. Ja, half drie. De dames komt er ook voor. Uw collega's. Die kleine bruine die wil constant in de weg. Waar ga je naartoe, Herman? De jury heeft gekozen. En de jury heeft de volorde bepaald. Dus het is toch een belangrijk moment voor twee van jullie. Want we hebben dus de ganzen in twee groepen, maar jullie zijn verdeeld in twee groepen. De oudere groep en de jongste groep. Dus de jongste groep, dat is het aanstormende talent voor de komende jaren. En we hebben gemeend twee prijzen beschikbaar te moeten stellen. Eén prijs voor de mini mis, voor de jongste, de beste van de jongste. En dan de beste van de oude groep. En dus ik doe dus eigenlijk de tweede hoedster. En dat is dus de eerste prijs van de kleine groep, van de jongste groep. De mini mis, de grote kun dadelijk nog. Maar dat is Daphne Nieuwkerk. Ik ga een mooi cadeautje horen. Nee, geef hem maar. Kijk het af, dat is voor jou. Ben jij de eerste prijs hebt? Mag ik? Ja. Wat is dat? Van harte gefeliciteerd. Geweldig. Eerste prijs van de grote groep en onze ganzenhoedster, Lianne Waning. Gefeliciteerd. Heel leuk. Lianne, gefeliciteerd. Ja. Het is voor jou. Dan krijg je